Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Albert Boogaard. Albert, je hebt veel dingen gedaan. Twee van de grootste onderwerpen, denk ik, waarover we gaan praten is... Je hebt aan de basis gestaan van Park Mobile. Ja. En nu ben je werkzaam in de wereld van de data bij Ortec. Vind je het erg als we eerst even bij de eerste beginnen? Nee, Park Mobile. Wat mooie daarvan vind ik, we zijn met z'n allen... Sommige dingen zijn eigenlijk zo gewoon geworden... Ja. Maar toen jij ermee begon, om dat parkeren eenvoudiger te maken, was het helemaal niet zo gewoon. Neem ons eerst even terug naar die tijd. Wanneer begon je met Park Mobile en welk het probleem wat je ging oplossen, snap ik wel. Maar... Ik was in US al. Dus dat was 2000, ben ik daar gaan werken. Maar toen was het wel met bellen. Toen was eigenlijk, en ik kende het ook helemaal nog niet. Ik zet hem eventjes gewoon aandacht, want ik zie dat het... Er is verder niks aan de hand, maar dat hij, als hij steeds tegen je dingetje aanklapt, dan is dit beter. Zo? Ja, dit is zeker. En dus daar ben ik toen gewoon gaan werken. En op een gegeven moment, mijn grote droom was om een keer eigen bedrijf te beginnen. Dat vond ik heel erg leuk. Dat had ik nog nooit gedaan. Ja. En toen, ik had een aantal dingen al naar gekeken. Toen op een gegeven moment zag ik dat parkeren. 2007. Toen waren er nog geen apps. Althans, niet echt nog. En toen ben ik... Nee, want de iPhone bestaat dit jaar 10 jaar, hè? Exact. Ja. Dus ik zag toen de... En toen had ik een BlackBerry. En die probeerde ook iets te doen, maar die werkte niet. Ik heb er heel veel tijd aan besteed, maar die ging niet werken. Toen ben ik op Apple overgestapt. En hebben we de app heb ik echt zelf geschetst. Nou, zijn we gaan maken. Ja, en de rest is history. Want toen begon het echt zijn snelheid te nemen... Ja, het is nu de grootste in de United States, Australië. Dus het is echt een groot succes geworden. En dat had ik ook nooit zo gedroomd. Nee. Ik had een droom om een klein bedrijfje te beginnen. En dat leek me heel leuk. Maar ik had niet het gevoel dat het zo groot zou zijn geworden als het nu geworden is. Het idee is natuurlijk heel simpel. Weet je, als je het bedacht hebt, maar dan beginnen de problemen, normaal gesproken. Ja. Het was toen helemaal niet vanzelfsprekend dat parkeerbedrijven in de cloud kon... dat je daarmee kon connecten, er waren geen API's. Hoe heb je dat allemaal opgelost in die begintijd? Ja, ik ben heel... ik was eerst alleen zelf in 2007. Begon in december 2007, 2008. Twee Amerikaanse programmeurs erbij gehaald, ding gaan bouwen. Ja, en gewoon ook, en het was toch weer heel anders dan Nederland. Want hier moest je schrijven. En die deed het niet zo goed hier op dat moment. En we hebben toen eigenlijk de dingen eromheen zijn we ook gaan maken. Zodat mensen ook konden zien hoe ze het moesten gebruiken. En simpel, in feite. Het moest iets zijn dat heel simpel was. Ja. Want anders werkte het niet. Ik ben meer geïnteresseerd, die app kan ik ook verzinnen. Ja. Maar dat was toen nog helemaal niet normaal dat je kon connecten met de bedrijven zelf. De systemen erachter, de backend. Nee, er waren geen apps. En eigenlijk, je had geen telefoon die werkte met de verbinding. Daar begint het natuurlijk. Nee, maar je had natuurlijk, parkeerbedrijven waren niet zodanig geautomatiseerd. Ja. Die moeten mee willen werken. Nou ja, die wilden niet mee. Ja. Dus het mooie is dat ze hebben eigenlijk afgehaakt. Die dingen met de machines, nou, zeker in Amerika. Ja, die hadden gewoon helemaal geen zin in om mee te gaan met zo'n traject. Dus toen zijn we een traject ernaast begonnen. Daarmee heb ik heel lang onder de radar gevlogen. Want ik dacht, ik ga pas omhoog als ik ze ga wegvagen. Nou, en zo heb ik het gedaan. En dan zijn we met de steden operationeel gegaan. Want die zagen het wel, sommigen. Washington D.C. was een van de eerste grote gemeentes die live ging. Nou, super. Ja. En jij zat dan in Amerika. Maar even om verwarring te voorkomen. Ja. Bij jou staat overal dat je founder bent van... Ja. Park Mobile International. Wat is dan het verschil met Park Mobile Nederland bijvoorbeeld? Nou, die waren er al in 2000 begonnen, maar bellen. En die hebben later van maar mij... Maar heb jij toen een licentie genomen op hun technologie in Amerika? Ja, zo is het gegaan. Okay. Voor de rest van de wereld zelfs. Voor de rest van de wereld? Ja, zij hadden het stukje in Europa. Ja. En ik heb de rest van de wereld gekregen. Ja. Dus ik heb ook gekeken naar Australië, Nieuw-Zeeland en... Maar dan merk je gewoon dat het al te groot is, weet je wel. Als je zoiets nieuws begint, is het gewoon te groot. Maar het was fantastisch. En die apps, die begonnen eigenlijk als een gek te draaien. Mensen vonden ze mooi. En je kreeg mensen die dat fijn vonden om het ook te gaan gebruiken.
Dus er waren Amerikanen die doen 6, 7, 8 keer parkeren in Washington DC per week. Nou, fantastisch dat ze het gingen doen. Ja. En die werden ook echt blij. Want die kregen vaak boetes of vallen geen... de machine deed het niet of je weet hoe het is. Ja. En dus dat was... Dat bedrijf heb je verkocht? Ja. Maar je had iets in licentie van een Nederlands bedrijf? Hoe werkt dat precies? Maar dat was gewoon heel klein. Ja. Dat is gewoon een afspraak heb je dat je... Ze waren ook aandeelhouder. Oké. Ze hebben ook aandelen daarvoor gekregen. Ja. Zo was het eigenlijk. Ja. En zij... Je hebt niet iets verkocht, je verkoopt iets waar dan ook nog een licentie met naar een ander in te zitten. Ja. Nee, ik ben altijd benieuwd, want jij, weet je, wat je dan precies hebt opgebouwd, of het op basis van technologie van anderen is, of dat het alleen maar, of nou, alleen maar, met alle respect, hoor, of dat het een kantoor was, weet je wel, in Amerika om met bestaande technologie een nieuwe markt te veranderen. Nee, ik ben echt met nieuwe dingen begonnen. Ja. Dat moest ook in de US. Ja. Ik moest zeggen dat ik dat voordat ik startte niet wist. Ja. Maar gewoon heel eerlijk, ik begon. Je wou nou in een bedrijf beginnen. Je weet het niet, weet je wel. Dan moet je alles veranderen. En dat was eigenlijk wel heel erg leuk. En de mensen hier zijn doorgegaan. Op een gegeven moment was de Apten en toen hebben ze dat overgenomen. Want dat wilden ze eigenlijk ook. Dus die zijn later gekomen, dat vond ik wel weer leuk. Ja, jij had eerder een app. Dat ik er wel bedacht heb. Ja. En ik heb dus echt dat dingetje zelf geschetst. En dat klinkt heel gek. Ik heb hele mooie banen gehad met heel veel mensen. Je bent echt trots op, hè? Ja. Ik zie het eigenlijk. Ja. Het is gewoon iets waar ik... Je hebt je ook bewaard, hè? Ja. Die schetsen, ik heb een ja, precies. Ja. Ja. Klein, ook van het aandeeltje, weet je wel. Zo'n dingetje aan de muur. Ja. Ja. Klinkt eigenlijk heel gek, maar het is wel... Dat snap ik wel. Ja. Was wel heel leuk. Ben je echt trots op? Ja. En dat ding werkt nu als een tierenlier. Ja. Dus dat is fijn. En waar we hebben New York ook, hè? New York City. Zitten we door de hele stad. Ja. Nou, dat heeft heel lang geduurd. Ja. Maar fantastisch. Dus voor jou was het alleen al een feest om daar even te parkeren. Even heeft geen auto, maar ik ben een verstokte Parkmobile gebruiker van het allereerste uur. Ja. Zelfs zonder auto snap ik wel de waarde ervan. Ja, dat is... Het is gewoon fijn. Zeker als ik in Amsterdam dan wel eens, de keer dat ik een auto leen. Ik vind het zo onbegrijpelijk, maar ik vind twee dingen echt belangrijk. Jij zei helemaal aan het begin, wij vinden sommige dingen nu al zo vanzelfsprekend. Ja. Dat je bijna niet meer kan voorstellen dat het niet zo is. Absoluut. Maar ik vind het nog steeds echt ongelooflijk dat als ik ergens parkeer, dat ik nog mensen naar die meter zie lopen. Ja. Dat snap je toch niet? Steeds minder, maar ze zijn er wel. Ja. Maar je ziet het echt nog steeds gebeuren. Ja. Absoluut. Ik weet ook niet waarom dat is. Ja. Want het is zo makkelijk. Ja. Het is zo gemakkelijk. Ja. Okay. Hey, waarom heb je afstand van gedaan? Ja, ik werd 59, weet je, en op een gegeven moment, of 58. En ik had het 7, 8 jaar gedaan. En toen dacht ik, weet je wat, het is mijn echtgenote, ik heb een Amerikaanse echtgenote, die had een eigen bedrijf, heel beroemd design dingen, en die wilde designen, die wilde met pensioen. Toen dacht ik, weet je, dan ga ik terug naar Nederland ook. Mijn ouders zijn 87. Dus dat is gewoon even niet onbelangrijk. Bent, ja. En die heb ik natuurlijk 15 jaar wel gezien, maar niet genoeg. Nee. En nu wonen ze hier in Rotterdam, in Barendrecht. Ja. En heerlijk. Dus het is ook een beslissing die je neemt om dat te zeggen, nou ga ik nog, dan moet je echt nog flink door. Plus, het bedrijf zou veel groter worden met Ford en BMW als aandeelhouders natuurlijk. Als je nou echt denkt van je wil verder met dat verhaal. Ja. Dan is dat de mooiste ding om te doen, denk ik. Ja. En dat gaat ook als een tierenlier. Die zijn ook echt aan het kijken wat je met al die dingen moet doen. Want het gaat veranderen natuurlijk. Maar waar zit de ontwikkeling inderdaad daarover nog eventjes? Hè? Want als ik daarover nadenk. Ik bedoel, dat doen jullie ook, want jullie praten natuurlijk met veel mensen. Maar je ziet gewoon dat straks heb je geen auto met chauffeur meer. Hè? Het gebeurt in Californië volgend jaar al. Gaan ze rijden met losse auto's. Geen chauffeur erin. Hebben ze een paar weken geleden aangekondigd. Nou, dat gaat natuurlijk eerst als proef. Maar dat gaat nu hard. Ja. Als ze dat slaagt, dan zitten ze over 3, 4, 5 jaar. Heb je gewoon je auto ergens. Ga jij ook rijden. Je hebt gewoon een ding. Zegt, nou, ik moet. En dat kan je samen doen. Of je kan alleen. Of die auto's gaan uit de stad. Al die vieze plekken. Ja. Wordt weer mooi. En dan in waar ze opgeslagen worden, ja, dat is een beetje buiten de stad. En die gaan heel anders rond. Dat gaat echt gebeuren. En daar zijn we heel dichtbij. Dus parkeerplaatsen hebben we dan eigenlijk nauwelijks meer nodig? Eigenlijk niet meer. Ja,
Ik hoor ook verhalen van mensen die zeggen, ja, voordat dat autonome rijden echt doorbreekt, dan zijn we echt 20 jaar verder. Ja, nou ja, dat is de vraag. En niemand kan natuurlijk het echte oordeel geven en het echt zeggen van zo wordt het. Maar als LA, 40 miljoen mensen in de zeggen wij gaan hier al wel mee rijden, dan is het wel serieus. En tegelijkertijd, want Erwin vroeg van welke ontwikkelingen zien we. En dan bedoelde je vooral, neem ik aan, voor Park Mobile International. Ik moet ook zeggen, als die automatische auto's er zijn, ja, dan hoef je die parkeer niet in de stad. Nee. Dus wegbusiness. Ook een deel om te verkopen. Wegbusiness. Je moet ook naar. Maar ja, goed, er komen ook wel allerlei andere dingen. Het is ja, dat, wat komt er voor in de plaats? Ah, die dingetjes zullen wel weer ergens moeten wachten. Ik bedoel, maar het zal al. Ja, maar die Park Mobile business gaat totaal. Die is over 10 jaar een totaal andere. En de Shell waar je kan tanken ook. Ja, maar wat was de belangrijkste reden voor die grote automerken? Want BMW is erin gestapt. Ja. Wat was er hun belangrijkste reden om dat te doen? Ja, die willen natuurlijk kijken welke kant het op gaat en daar ook echt aan meedoen. Want iedereen zit natuurlijk toch een beetje te kijken, waar gaat het nou heen? Ja. Ze hebben me dat nooit zelf verteld, maar al die autobedrijven, ja. Nu worden auto's. Goed, dan heb je een parkeer-app. Nu, ja? Wat schiet je daar dan mee op als automerk? Nou, nu verzamelt een hoop data over waar mensen parkeren. Ja, nou ja, ik weet het niet wat er verder nog uitkomt. Want dat ding moet straks toch ergens opgeladen worden. Er moeten van allerlei dingetjes toch weer geregeld worden. Dus het is niet niks. En waar het echt naartoe gaat, weet ik ook niet. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Maar het is elektrisch. En je hebt er geen elektrische, dingen meer nodig om je tank te vullen. Dus dat wordt ook een anders. En dus er gaat veel opkomen. Ja, nou, dat is echt zeker veel. Een van de dingen die de komende 20 jaar totaal. En dan moet je ook afvragen, wat gebeurt er bijvoorbeeld met de auto's maken? Hè, er is natuurlijk heel lang zijn auto's elders gemaakt. In China en in India nu en overal en ergens. Maar straks kan je gewoon printen in Rotterdam Haven. Ik zit in die core dingen, economic core, met Den Haag en Rotterdam en hier in Amsterdam ook. En ik denk gewoon dat daar gewoon ook weer dingen gaan veranderen en auto's hier dan gewoon even geprint worden. Ja, gewoon ik een heel ander verhaal. Ik vind het altijd leuk om ver in de toekomst te kijken, maar tegelijkertijd denk ik ook, weet je, ja, dit roepen we allemaal. Printen van auto's. Hey, maar 10 jaar... van de app naar nu en waar we nog naartoe gaan, huge. De hele speed. Oké, okay, maar dan even een bruggetje naar een van je huidige, want je doet veel. Ja. En je werkt voor Ortec. Ja. Waarom ben je eigenlijk niet met pensioen gegaan? Ja, omdat ik gewoon. Dus je vrouw met pensioen, begrijp ik, en jij werkt gewoon. Ja, maar zij schrijft boeken, dus dat vindt ze heel erg leuk. Ja. En ik wil heel graag doorwerken. Ik vind het gewoon fantastisch. Ik doe ongeveer de helft van de tijd besteed ik aan het meehelpen. Met name Nederland nu. Dus helpen met opleiden. Maar goed, je bent bij Ortec gaan werken. Daar heb je de afdeling Data Science. Ja, bij Ortec was ik gevraagd om te komen meehelpen. Yeah. Toen terugkwam in Nederland. En daar ben ik met veel plezier begonnen. 1400 mensen, dat bedrijf. Is in de wereld een van de topbedrijven. Bestaan 35 jaar. Nederland is heel goed in. Econometrie, wiskunde en zo. Daar is Nederland echt top in. Ik ben nog niet eens uit de wereld gekomen, om het zo te zeggen. Kun je eens vertellen wat je precies doet bij Ortec? Ja. Wat data science precies doet bij Ortec? Want het is een relatief nieuwe loten aan de boom. Ja. Wat ben je daar precies aan het doen? Ja, dus eigenlijk, kijk, Ortec deed dat al. Die 1400 mensen hebben dat eigenlijk al 35 jaar gedaan. Stukjes. Nou, vandaar mijn vraag. Want alle andere afdelingen zijn gebaseerd op data science. Dus waarom is dat nu opeens een afdeling data science? Ja, ze hebben nooit het stukje, en dat merkt je ook, wat in de markt gebeurt, wat een aantal kleine bedrijfjes wel doen. Dat deden ze eigenlijk niet. Het is iets waar je dan toch met zichtbaarheid van zo'n verandering aan de slag gaat. En dat deden die wiskundigen en die econometristen, ja, die hadden daar niet zoveel belang bij. Die vonden dat een prachtig intellectueel onderwerp. Maar je moet het ook wat opener doen. We zullen heel veel mensen moeten gaan herop en bijleren om ook in die wereld te kunnen gaan werken. Dus we hebben bijvoorbeeld een academy opgericht samen met de Universiteit van Amsterdam hier. En daar
helpen we mensen om te ondersteunen wat het gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren in die... Ja, maar ik kom toch even terug, sorry dat ik vervelend doe, maar over bij mijn vraag. Want de Ortec kennen we van een aantal andere afdelingen. Heel groot in supply chain management, marketing, automation, marketing software. Ortec Sport ken ik zelf vrij goed. Ja. Living data. Ja. En nu beginnen jullie met, dat is allemaal data. Ja. Dat zijn allemaal, data is de motor van al deze activiteiten. Ja. En nu begin je met een afdeling data. Ja. Ik snap het niet. Nee, maar ik denk ook dat ik moet daar niet te moeilijk over doen. Is ook gewoon iets wat je doet om te zorgen dat de rest van de wereld het gaat begrijpen. En als je gaat rondlopen als met een data of zoiets, of, dan begrijpen mensen het gewoon niet. Dus het is wel iets wat bij de mensen terechtkomt nu echt en ze beginnen te begrijpen. Ja. En heeft dat nou een hele klanten van deze nieuwe business? Nou, bijvoorbeeld, we hebben die opleidingen van 20 mensen. Dat zijn CEO's en CFO's van bedrijven. Oké. Okay. Yeah. Die hebben hier nooit wat van geweten. En je moet je realiseren als, kijk terug, we hebben op een gegeven moment dingen teruggedaan naar bijvoorbeeld met wasmachines. Mijn moeder heeft altijd gezegd, die had eerst zo'n handding en later kwam er een automatische. Nou, dat gebeurt nu ook in dit vak en die mensen moeten het begrijpen, want als ze het niet begrijpen... Ja, maar eigenlijk zijn je nu een stap teruggegaan en ben je nu... Weet je, je hebt die academy waarbij mensen die hoog in het bedrijfsleven zitten in Nederland bijspijkert op het gebied van data. Ja. Nou, daar weet de Ortec alles van. Hoef je en niet alleen die, hè, dus ook de mensen die in het bedrijf werken. Maar jullie doen binnen jouw nieuwe afdeling, is ook eigenlijk een beetje een soort consultancy, uitzendbureau... Absoluut. Iedereen die data scientist nodig heeft, die kan jou bellen, toch? Ja. Dus even een voorbeeld geven. Er zijn 5000 werkloze IT'ers nog bij het UWV. Die niks leren op dit moment. Nou, dat heeft niks met Ortec te maken. Dit is mijn persoonlijke ding. Ik ben daar CEO geweest, want die ken ik ook. En hebben gezegd, laten we nou eens gaan kijken of we ze allemaal zullen lukken. Weet ik niet. Maar als we er 2500 of 2000 kunnen om maar bijscholen, hebben we het weer fantastisch gedaan. En nou ja, zo, MBO. Van het MBO gaan er binnenkort. Heel veel mensen hebben geen werk meer straks. Want het zijn allemaal ander werk, komt daar. Nou, misschien kun je een aantal van die mensen het leren. Het zijn 120.000 vacatures op dit moment. Ja. In de US zijn er 1,2 miljoen vacatures. Maar wat heeft dit nou precies met de Ortec te maken? Nou, dat ik daar gewoon in de combinatie van dingen samen doe. Ja. He, dus ik ben aan de ene kant betrokken. Maar gaan jullie dan meer consultancy doen? Is dat eigenlijk wat grote verandering is? Want Ortec was er nu toe vooral heel projectmatig. Nou, 80%. 80%. Ja. Het is een bedrijf dat groot genoeg is om ook nog consulting te doen. Ja. Dus het is echt een combinatie van die twee dingen. Het zal ietsje meer in het begin nu eventjes, maar daar komt dan ook wel weer snel dingen terug. En ik geloof heel erg in hbo'ers, mbo'ers ook. Dus ik ben ook bij UWV. Ja. Hebben we daar ook over gesproken? Maar dat is voor Ortec ook een interessante draai. Want traditioneel, ik ken Ortec een beetje. Het is een fantastisch bedrijf met vooral heel veel heel hoog opgeleide wetenschappers. En nu moet iedereen het leren. Dat is ook het probleem van Ortec. Nu moet iedereen het leren. Want dat is toch ook het probleem van Ortec. Van vind maar eens verbinding. Zijn wiskundigen, econometristen. Vind maar eens verbinding met de markt. Absoluut. Toch? Zie ik dat goed? Nee, je hebt helemaal gelijk. En daarom ben ik er ook gekomen. Ja. Dus dat is een beetje dat stukje business eigenlijk erin te brengen. Ja. Maar daarnaast ook wel de maatschappij in kaart gaan brengen. En zorgen dat ze weer in dat vakgebied verder kunnen. En Nederland loopt daar voorop. Ja. Dat is natuurlijk het mooie. Nederland loopt echt voorop. Ja, dus dat horen wij wel vaak, maar ik kan me dat eigenlijk zo slecht voorstellen. Het is een klein landje dat je daarin voorop loopt. Dat is in een ander land waar veel meer, als je meer slimme koppen bij elkaar hebt. Maar dat vak heeft bijvoorbeeld nooit, dat wist ik ook niet. Ik heb natuurlijk ook geen econometrie gedaan. Maar morgen hebben we de dienst Business Analytics. Dat is een groepje waar wat mensen, een grote groep hebben we nu, waar mensen in zitten. Alexander Denokan zit daar in als voorzitter. Ja. Ik zit in het bestuur voor het bedrijfsleven. Mark zit erin voor hier, iemand van Eindhoven. En gewoon echt met het doel om mensen wakker te maken voor dat nieuwe stuk. Maar we zijn er al heel erg goed. En dat wist ik ook niet. De US haalt ze allemaal binnen van buiten ook. Ja. Hebben niet zoveel.
1,2 miljoen vacatures. Ongelooflijk, hè? Ja. Dus is maar ja, echt die 1,2 miljoen vacatures, die gaan niet opgevuld worden door mbo'ers. Nee. Dus daar moeten we gaan kijken, wat kunnen we die mensen nou leren? En hoe ver kunnen ze dan gaan? Dus ik heb ook gezegd, laten we als eerste klasje van 20, 30 mensen nemen. Leuke opdracht. Ja. En dan happy maken. Next. En ja, dat is een beetje persoonlijk. Ook een beetje ortek. Dat loopt natuurlijk een beetje over in elkaar. Maar ik vind het belangrijk. Ja. En het is altijd gebeurd. Mensen herom en bijgeschoold. Ja. Het is ingewikkelder dit. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En daar kan je ook werk gaan doen dat je deelopdrachten, hè? Je hoeft natuurlijk niet helemaal iets belangrijks te gaan doen. Je kan ook gewoon een paar vakken doen. En dan ga je dat werk doen. Dat zal toch moeten. Ja, want jij zegt, daar horen we en lezen we natuurlijk veel over. Er gaan veel bedrijven verdwijnen. Wat bij allebei een klein beetje hebben. Enerzijds zien wij dat natuurlijk ook. Tegelijkertijd hebben we altijd zoiets van ja. Dat roepen, zeg maar, de mensen vragen de artificial intelligence of de virtual reality specialist. Ja. Die zegt dat de hele wereld gaat veranderen. Ja. En iedereen loopt met een bril op, zeg maar. Ja. Vragen het om. Dus iedereen vanuit zijn eigen vakgebied. En ja, weet je, is het ook niet een beetje overdreven? Ja. Ja, kan zo. Ik bedoel, ik wil daar ook niet ingewikkeld over doen. Ik heb natuurlijk ook 42 jaar gewerkt en dingen veranderden. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld wel bij KPN had ik 4 secretaresses. Toen ik had 12.000 mensen. Ik runde echt een hele vaste ding. Dus ik had een grote tent. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd, ik heb jullie niet meer nodig. Toen ze met vakantie ging. Ik had er eerst 3, 2, 1. En toen ben ik verder gegaan. In 2000. Ja. Dus het is, sommige dingen lukken. Sommige dingen lukken niet. Maar er is wel veel veranderd. Ja. Als ik nu kijk, en ik zie wel versnellen. Probeer ik ook een beetje als mens naar te kijken, dan zie ik het gewoon versnellen. Ik bedoel, die apps, die gaat gewoon sneller. Maar ook hierover hoor je twee verhalen. De ene is, er gaan heel veel banen gaan verdwijnen. Ja. De andere verhaal is dat mensen zeggen, kijk naar de geschiedenis. Als er nieuwe technologie komt, komen er ook altijd weer banen bij. En is dan natuurlijk de grote vraag, maar zijn het er dan evenveel? Maar wat doe je dan? Zijn het er dan evenveel als die we... Je ziet heel veel secretaressen zich aanmelden, nu ook. Ja? Van ING. Kijk naar het aantal bankiers dat banen kwijtraakt. Ja. Ik heb met iemand van 40 jaar. Ik heb heel veel mensen die bij me thuis komen. Ook gewoon een hobby. Mensen die ik leuk vind, aardig vind of die ik ken. Een jongen van 40 jaar, die heeft economie gedaan. Niet econometrie. Maar een superslimme jongen. En hij heeft van gezegd, je moet gewoon bij gaan leren nu. Want anders heb je straks geen werk meer. Maar kan dat? Ja, tuurlijk. Ja, en wat moet je dan gaan leren? Nou, pak je econometrie. Of je pakt... Iets met... En dan ga je het nieuwe vak in. Data, kijk, als je nou naar Nederland kijkt, hè, we hebben duizenden start-ups nu. Hè. Dat is echt door die broer van onze koning. Die is dat hier gaan doen. En die doet dat fantastisch. Ik zit ook in dat groepje. Ja. Nou, dan zie je gewoon dat er een enorme verandering tot... En dat leidt tot banen die groter worden. Die jongen die hier zat, heeft fantastisch gedaan, international. Ja. Nou, en natuurlijk gaat ook wel eens wat mis. Maar meestal luk je, of weet je in ieder geval de volgende stap weer te maken. Nou, daar ben ik apen trots op. Maar als er een wereld... we horen ook, de wereld gaat de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ja. Iemand van 20 pikt zeg maar, de ontwikkelingen van nu sneller op dan iemand die ouder is. En jij zegt ook die van 40. Ik zal niet aan je vragen of die van 50 ook nog 50 hoop, of die ook nog hoop heeft. Maar, ja hoor. Oh ja, ook nog. Oké. Okay. Daar ben ik heel erg voor. Ja. Ja, want? Nou, maar je moet het zelf doen. Kijk, iemand die dus werkloos is en niet verder studeert, ja, dan kom je ook niet verder. Dus we zullen echt wat moeten gaan doen op een leuke manier. Niet op een vervelende manier, maar moet gezegd, het is gewoon voor jou, je bent 55, maar er kan voor jou nog 15 jaar een fantastisch mooie baan gemaakt worden. Ja. Maar dan moet jij wat gaan doen, dan gaan wij ook wat doen. Nou, en daar is wel nu een... Is die cultuur, hè? Nou, ik ben er in ieder geval, ik vind goede verhalen daarover. Mensen vinden dat ook fijn. En, omdat de economie zo goed gaat, is er ook behoefte aan mensen. Ja. Echt behoefte aan mensen. En daar ben ik eigenlijk heel blij om. Kijk, al hou je van de 5000, maar 10 of 15 of 20 uit, joh. Ja. Dan ben ik alweer super happy. Ja.
Voor de mensen. Ja. Wat is dat jouw drijfveer? Nou, dat is een van de dingen. Ja. Ik heb natuurlijk ook, ik ben in Rotterdam geboren, Rotterdam-Zuid. En daar gewerkt en school gegaan en zo. En, ja, dus ik heb ook wel iets van, wij hadden niet heel veel, gewoon een normaal gezinnetje. Ja. Hard gewerkt. En dat wil ik doorzetten. Welke opleiding heb je zelf? Heb ik KMA gedaan. Ik heb eerst gym gedaan. Ja. Met Latijn en Grieks. En toen KMA. Toen ben ik naar Erasmus Universiteit in Rotterdam. Avondopleiding heb ik gedaan. En nou ja, ik ben later nog naar Stanford geweest. Vanuit allerlei prachtige dingen kunnen doen. Ja. Heb ik ook mijn salaris vaak voor ingeleverd. Ik vond het veel belangrijker dan weer wat geld krijgen. Ja. Je hebt natuurlijk een fantastische carrière. Tot mijn slotvraag, want de half uur is alweer bijna om. Wow. Ja. Je werkt nu bij Ortec. Wat wil jij het komende jaar met Ortec bereiken? Ja, met Ortec. Nou, ik wil gewoon dat het nog verder gaat groeien. Het kan enorm hard groeien. Veel harder dan ze gedaan hebben tot op heden. Door daar ook wat meer dat marketingstuk toch in te brengen. Dus dat gaan we zeker doen. Ja. En ik wil heel veel mensen her om en bij gaan scholen. Daar heeft Nederland heel veel behoefte aan. Ja. Bestaande mensen. Dat is me duidelijk. Daar ligt ook een deel van je passie. Dat is volkomen duidelijk. Dat vind ik zo belangrijk. Ja. En dat is iets waar ik me heel erg gemotiveerd voor voel. Ja. En met welke partijen wil of moet je dat dan doen? Nou, ik zit Rotterdam Den Haag. Met belangrijke mensen zitten daarin. Ook onze oude, Kees. Wordt daar voorzitter nu. Dan heb je het groepje in Amsterdam, waar vroeger de burgemeester zat. Er komt vast de nieuwe, gaat daar weer in deelnemen. Heb je Eindhoven. Nou, dan heb je al die groepjes, start-ups en allerlei dingetjes. Dus ik ga overal, laat ik daar mijn neus zien. Ja. En dan kom ik met mijn vraagje. En dan zeg ik, jongens, kunnen we jullie mensen helemaal bijscholen? ING. Overal zijn te veel mensen waar ze eigenlijk geen werk meer voor hebben. En hebben ze anderen nodig. Belastingdienst. 5000 mensen gingen eruit. En ze hadden 2500 start-up mensen nodig. Nou, dat is 7500. Ja. Wat ga je doen met die 500? Waarom doe je daar niks mee? Waarom schop je ze eruit? Je had het ook intern kunnen oplossen. Misschien wel. Ja. Misschien wel. Ik zeg niet dat zeker. Nee. Maar probeer zo dat soort dingen in plaats van... Nou, en daar ligt een enorme... En het goede is, we zitten nu... Gelukkig hebben we veel vacatures. Dus dat is fijn. Ja. Want dan krijg je niet veel gezeur. Ja. Mensen zijn nu echt positief erover. En dat was 2 jaar geleden niet eigenlijk. Er waren heel veel vacatures nog. Hey, maar als het in zo'n korte tijd is gekomen, kan het dan ook in zo'n korte tijd weer gaan? Ja, ook daar durft niemand wat over te zeggen natuurlijk. Maar in het algemeen zegt iedereen dat het wel meer zou vallen. Ja. Maar ja, je weet natuurlijk nooit als er een hele rare aanslag is. Mm-hmm. Ik bedoel, dan zijn we allemaal bang. En vervelend. Dat is, maar goed, ja, dat kan. Maar dat gaat ook wel weer voorbij. Dus ik denk dat het nog wel even doorgaat. Kijk, waar we ons zorgen over maken is de rest van de wereld. Egypte, 80 miljoen mensen. Waarvan er 40 echt lekker dat soort werk ook wil gaan doen. Maar daar hebben we helemaal geen plek voor. Nee. Ik bedoel, ga maar door. 1,2 miljoen in China. 1,4 al in India. En die hebben helemaal geen werk. Er zitten wel een aantal. Maar en ja, wat ga je daar dan mee doen? Dus daar is nog wel het nodig. We gaan naar 10 miljard mensen. Hè? Binnen een paar jaar. En toen ik begon waren er 3 miljard mensen. Om gewoon te werken. En we zitten nu op 7,5. Dus er moet nog wel het nodige ontwikkeld daar worden. Om de mensen echt happy. Ja, en dat we helemaal... te veranderen. Daar gaat niks over nu eigenlijk. Laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Ik wens je ontzettend veel succes. Ja, daarbij. Dank. Ja, ik vind het een mooi verhaal en ik vind je enthousiasme aanstekelijk. Dank u wel. Ja. Ben ik heel blij om. Ja. Ik hoop het erin te houden. Ja, zeker. Okay. Want ik ben ook altijd nog van plan om ooit een ding te gaan doen hoe ik op een 60ste programmeur werd. Dus dan als ik van jou, fantastisch. Van jou hoor ik dat het kan. Dus, het kan echt. Ja, oké. Okay. Echt waar. Even in. Ja. Ik heb nog een paar jaar. Ik ga je volgen. Nee, serieus. Dat meen ik dus serieus. Ja. Hè? En mee te helpen om meer te vinden. Ja. Dus ik zou het fantastisch vinden. Ja. En het kan.
Oké, nou hebben we het nog even over. Ja, dan. Doen we. Oké. Jullie bedankt. Jullie weten waar mijn toekomst ligt nu. Dat is duidelijk. Dinsdagavond blijf ik altijd komen, hoor. Je hebt er helemaal de discipline niet voor. Dat zeg jij. Ja. Ik heb heel veel discipline. Dat is een grote vergissing. Maar goed, bedanken jullie ontzettend voor het kijken. We danken Freedom Lab voor de gastvrijheid. Hier, we zenden zoals altijd uit van het Freedom Lab in Amsterdam. Jetstream uit Groningen voor de livestream. Bier & Co. voor de biertjes. En PQR voor de hosting van de website. Wij zijn er volgende week weer als je live kijkt. En als je dat niet doet, dan weet je dat je ons totale archief van zeker 600 afleveringen nog gewoon op je gemak kunt bekijken. Dag.